Uiteindelijk moet die drone zelf kunnen vliegen en dat moet hij ook vooral heel veilig kunnen doen. Bij incidenten en controles op de Waal gaat Rijkswaterstaat in de toekomst autonome drones inzetten. 7 bedrijven laten nu in een zogenaamd test- en praktijkcentrum zien wat hun drones allemaal kunnen. Ze moeten ook door meerdere hulpdiensten gebruikt kunnen worden. Wij werken hier samen met de politie, brandweer, de NVWA en ILT Aerosensing. Voor ons zijn het vooral incidenten op het water, zoals een olieverontreiniging, afgevallen lading. Maar goed, bij de brandweer denk je natuurlijk aan brand en bij de politie weer aan andere zaken. Rijkswaterstaat maakt nu ook al gebruik van drones, maar deze nieuwe zijn bijzonder. Ze kunnen volledig zelfstandig, autonoom dus, naar een incident vliegen. Wat het verschil is tussen een gewone drone waar we nu al mee vliegen en een autonome drone is eigenlijk hetzelfde als het verschil met een auto en een zelfrijdende auto. Uiteindelijk moet die drone zelf kunnen vliegen en dat moet hij ook vooral heel veilig kunnen doen. Dus hij wordt dan nog wel weggestuurd door de verkeerspost of uit de centrale. Maar moet vervolgens zelf om obstakels heen kunnen vliegen, moet zo energiezuinig mogelijk kunnen vliegen. En moet ook bijvoorbeeld het incident zelf detecteren en gelijk foto's daarvan maken. Als er iets gebeurt, kan een drone er snel zijn? Op zich heel snel als je op de knop drukt. Hij moet natuurlijk wel eerst een aantal standaard procedures door. Van waait het niet te hard, regent het niet te hard. Dus dat kost tientallen secondes en dan kan die gewoon gaan vliegen. Het gaat nog wel even duren voordat deze autonome drones ingezet kunnen worden bij de Waal. Rijkswaterstaat wil er natuurlijk zeker van zijn dat dit op een veilige en verantwoorde manier kan. Ook moet de financiering van het project nog rondkomen. En natuurlijk moet de beste drone nog worden geselecteerd.